138 brandweerlieden bevorderd tot naast hogere rang. Verkoop van vuurwerk vandaag officieel gestart. En olieprijs op hoogste peil in de laatste 2 jaar. Goedenavond, het STVS-journaal op woensdag 27 december 2017. Shenglong Company introduceert elektrische bromfietsen. Tijdens de donatie afgelopen week aan 15 sociale instellingen deelde directeur Shida mee dat er bromfietsen vanuit China in Suriname worden geïmporteerd. De bromfietsen zullen in Suriname worden geassembleerd. Dit zal volgens de directeur zorgen voor werkgelegenheid. Normaal, sinds aan die midden bestaat voor, je zou die volopen, olie die richting zo. Daar met placerie, met jari hoort die ze, elke zet bloemfeest. Mijn kan de olie kan de wakaboon, kan de olie kan sakati zo. Maar die zin, hele zin, ik zou maar kopen letten zien. Laat de wagi bloemfeest uit olie elektrische voor tjaars stroom. Ja, maar mijn ding is, mijn plaatsen is, mijn wani pati wat bedrijf, die zie bloemfeest helemaal lusso, helemaal. Mijn pati bedrijf tjaars, mijn wani kiesi olie gaan houden aan. Zodat mijn oran mijn kandidaat jari mijn kiesi dat afweer dat soms baka. De sosor lugu sananang you know abi so bigi maka ya da pasi so mi braseri disi akan du jaso unu kan es bogoy ma jari sananama ologo oli mi megi full es bogayana jamaica deninida disi sananama mela muskona dorose. Er is ook potentie om via Suriname naar andere Zuid-Amerikaanse landen te exporteren. Vandaag is het officiële startsein gegeven voor de verkoop van vuurwerk. Volgens informatie vanuit verschillende verkooppunten van vuurwerk is er dit jaar weinig vuurwerk geïmporteerd. Ondanks dit gegeven hoopt Rishma Bodhi Tiwari van Bombo Paradise de klant tevreden te stellen. We hebben ons meer gefocust op wat we dus de voorgaande jaren het meest hebben verkocht, wat de vraag in feite was. En voor dit jaar ook hebben we dus, om een voorbeeld op te noemen, is dat we dus van het jaar ons meer hebben gefocust op siervuurwerk. De knallers zijn er ook bij, dat ga ik dus niet ontkennen. Maar de focus meer voor het jaar en ook gezien de situatie in het land, waarmee dus we ook rekening moesten houden. De prijzen ook die wij hebben gehanteerd zijn allemaal afhankelijk van wat ik dus daarnet heb gezegd. En natuurlijk, ons focus is van het jaar weer op grotendeels. Gegeven aan kopers van vuurwerk. Als eerst, ja, als een van de grootste vuurwerkverkopers, natuurlijk heel erg voorzichtig zijn, vooral de kinderen, de jongeren, zou ik zeggen, voorzichtig. Als je wat niet weet, vraag het AUB. De vuurwerk aansteken ook altijd met een wierook. Ga niet uitproberen om met de hand aan te steken of met de aansteker aan te steken. Ondanks de hoge prijzen blijft het een hobby om vuurwerk af te schieten. Het was normaal. Ja. Mijn hobby is voor bommen schieten, vuurwerk. Dus het is geen probleem voor mij. Het is 1 keer per jaar toch. Het is niet langer. Als het meerdere keren zou zijn, zou je gaan bepalen. Maar dit is 1 keer per jaar. Je weet niet of je het jaar volgend jaar ziet. Niemand heeft morgen gezien. Meestal focus ik me op de siervuurwerk. Dat is het zo'n beetje. Ja. En waarom? Waarom? Omdat wanneer je siervuurwerk schiet, is het gewoon op één plek dat de vuurwerk afgeschoten wordt. Als je een knaller kiest, dan gaat hij misschien bij iemands huis. Voor het jaar 2017 wordt een miniem verlies genoteerd bij de Suriname American Industries Limited, SAIL. Er zijn echter nieuwe en goede vooruitzichten die het tij in 2018 moeten keren.
De directeur van SAIL, Paul Lank, blikt desondanks tevreden terug op het jaar 2017. We kunnen met gemak zeggen dat we zitten in ieder geval een voldoende, ruim voldoende zou men zeggen, 7-8. Omdat volgend jaar moet je het zien in de cijfers. De Sranatong en Mambotaki, aan of tak toen ze voeren. Je gaat duidelijk die groei zien. En groei zie je met cijfers, ik moet je tonen. Dus nu is het, je komt uit een moeilijke situatie. Je bent er nog niet, dus laten we dat heel scherp aangeven. Maar volgend jaar, of komend jaar, lijkt ver, maar is over een week, zal het duidelijk zijn van aan je productiecijfers, aan het resultaat dat je boekt, dat het tempo dus aanzienlijk is opgevoerd. De verhoging van de productiecapaciteit zal ertoe leiden dat er meer keuze aan seafoodproducten zal zijn, voor zowel de Surinaamse als de exportmarkt. De investeringen in totaal, de investeringen in een totaal gerenoveerde productiehal van $3 miljoen stellen het bedrijf in staat om in waarde te stijgen. Dit door de verschillende eindproducten aan te bieden. We kijken ook wat de mensen vragen. Je merkt, kijk, Surinamers, 1 op de 10 is zeker in het buitenland geweest of heeft familie. En men heeft natuurlijk de mooie dingen, of die krijgt men misschien ook in een pakket. En altijd is de vraag, maar waarom kan ik het niet in Suriname krijgen? Want, daarom zeg ik toch, je blijft op het niveau van grondstoffenleverancier. Product gaat weg en we moeten een duurder product betalen, terwijl we, als we daadwerkelijk die ontwikkeling willen brengen en eigenlijk, want het is dezelfde energie die je instopt, maar dan krijg je een betere prijs ervoor. Een ander belangrijk aandachtspunt in 2018 is het renoveren van de kade van het vis- en garnalenbedrijf. Hierover zegt Lank het volgende. Een van onze grootste uitdagingen is natuurlijk onze harbor, onze kade. Die moeten we een complete, ja, kan je bijna zeggen, upgrading doen. Maar als je de financiën niet hebt, zal je dus in fase doen. Als het aan mij ligt, wil ik het in 1 keer alles direct doen, dan ben je direct top of the line. Kota Service Club wil van het jaar 25.000 oordopjes uitdelen aan deelnemers van de jaarlijkse Pagara Estafette. Deze oordopjes worden uitgedeeld om het gehoor van mensen te beschermen. Als we verdelen, dan zijn we binnen no time zijn we er doorheen. Dus dat we 25.000. Pagara Estafette bij te wonen. Vooral kinderen en senioren burgers zijn de doelgroep van de organisatie. Het indoen van deze oordopjes kan gehoorbeschadiging voorkomen. Behalve in de binnenstad zal de organisatie deze oordopjes ook uitdelen op 29 december te Meerzorg, waar er voor het eerst een Pagara Estafette wordt gehouden. Ik moet u zeggen, we hebben pas de aankondiging gehad dat Kommerwijnen ook een Pagara Estafette heeft. En deze organisatie die begint al maanden voordat we ze gaan uitdelen. Wat u nu ziet is de derde fase. De eerste fase is het aanschrijven van sponsors en bedrijven. Dan de overhandiging van de dopjes en dan de daadwerkelijke verspreiding. Maar ik heb net overlegd met de commissie toen u de vraag stelde. En er gaan zeker een aantal dozen naar Kommerwijnen. Want inderdaad, oren maakt niet uit waar je woont. Schade lopen doe je als je te veel geluid krijgt. Dus we gaan daar werk van maken.
Het afschieten van vuurwerk werkt stressend op dieren. Hierdoor moeten er gepaste voorzorgsmaatregelen worden getroffen voor onze huisdieren. Mariska Begemans van de Stichting Dierenbescherming Suriname zegt welke maatregelen nodig zijn. De grootste tip is voorzorgsmaatregelen nemen en dan hebben we het over, weet hoe je dieren reageren op vuurwerk en zijn ze daar heel erg stresserend in, zet ze op een veilige plek, haal ze desnoods naar binnen in je huis, ook al doe je dat normaal gesproken niet, maar als dat de meest veilige plek is waarvan je weet dat kan niks gebeuren en hij kan ook niet kwijtraken, dan is dat misschien toch wel handig voor die ene paar dagen in het jaar. Het lastige is dat het niet maar één dag is, maar dat het een heel aantal dagen duurt. Dus je moet dan eigenlijk een aantal dagen voorzorgsmaatregelen nemen. Als dieren buiten staan, bijvoorbeeld in een kooi of in een ren, dek die kooi of die ren af, zodat ze toch minder last hebben van al die omgevingssignalen. Begeman adviseert diereneigenaren om in deze periode de contactgegevens van de dienstdoende dierenartsen bij zich te hebben, om bij eventuele klachten deze te raadplegen. We hebben geen dierenartsen op het asiel. We hebben ze ook niet in dienst bij de dierenbescherming. Dus in feite is het belangrijk dat je toch gewoon kennis neemt van de wachtdokters die ter beschikking zijn. Dat wordt aangegeven via die 148 optie 6. Dan kun je horen wie zijn de dierenartsen die dienst hebben in een weekend of met een feestdag. Eigenlijk in de echte calamiteitensituatie moet er gewoon een dierenarts aan te pas komen. En die hebben wij niet in huis. Dus in die zin heeft het niet zoveel zin om ons te contacten en iets aan ons te vragen. Want eigenlijk is het belangrijkste dat een dierenarts dan helpt in een noodsituatie. Tot zover het Nationaal Nieuws. Goedenavond.